Yo, what's up, beste kijkers van mijn kanaal. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van God of War, aflevering 29 al inmiddels. Mooi muziekje op de achtergrond, omdat we natuurlijk AFK staan. Sta stil. Zijn hier de vorige aflevering geëindigd midden in echt een gestoord gevecht. Bam. Dit was mogelijk om hier een soort magische bal te spawnen. Oh, wat cute. Kijk aan dat schreeuwen met zijn echo. Maar goed, die magische bal, dat was een scheur in de wereld. Als je daar interactie mee had, kwamen er drie verschrikkelijke overpowered enemies uit. En ik ben er ook door dood gegaan. Maar echt, toen ik ze bijna dood had, ben ik daardoor dood gegaan in de vorige aflevering. Nou heb ik in de tussentijd dezelfde gasten verslagen. Puur omdat ik ze in de vorige aflevering al bijna had verslagen. Dus ik wilde die struggle niet weer aangaan in de opname. Ik heb ze verslagen. Scheur is gedicht. En ik heb er wat wereldstof uit verkregen. We gaan vandaag dus verder waar we de vorige aflevering eindigden. Wat is dat? Dat is dat. Oké. Ja, dat zijn die stukken diamant of zo. Ik weet niet eens hoe je het kan noemen. Maar goed, we zijn dus hier geëindigd. Hebben alles hier gedaan. En gaan dus nu met de grote serpent op de achtergrond. Met de kaart erbij in aflevering 29. Of eventjes richting hier. Maar ik denk dat we daar bijna alles al hebben gedaan. Ruïnes van de oude. Als het goed is kon ik daar niet naartoe. Hè? Hier is zo'n een soort poort gesloten. Een soort mijn zit daar nog op slot. En ik heb daar geen toegangssleutel voor. Dus misschien moet ik maar eindelijk een keer door deze poort noordelijk gaan reizen. Om het verhaal te vervolgen in die richting. Aangezien we hier bijna alles hebben gedaan. En ik hoop gewoon op een bepaald punt in het verhaal deze fast travel locaties vrij te spelen. Er zijn overal slotjes op. En ik zou best wel een keer bijvoorbeeld in deze let's play ook willen terugkeren naar regio Wildwoud. Daar waar de game ooit begon. Puur omdat ik er 55% heb voltooid en ik er dus sowieso nog dingen te doen heb. Maar goed. Het zit op slot. Dus nog niet. Nogmaals, van harte welkom. Laten we snel op avontuur gaan. Snel verder dus. We pakken hier het goud op. Voor panzer, weet ik veel wat. Dit is zilver. En ik moet even kijken in welke richting ik moet varen. Kijk, dit zit als het goed is op slot. Daar ben ik al een keer doorheen gevaren. Dus we moeten er doorheen. What happened to the city? I'm not entirely sure, lad. It was abandoned long before Jormungandr came to town and flooded the place. I wonder what it was like to live here. Ja, ik ben, als ik dit zo zie, want dat zijn natuurlijk gewoon ruïnes. Ik ben ook inderdaad best wel benieuwd naar hoe het eruit heeft gezien in zijn volle glorie. Wacht even, heb ik dit al gedaan? Is dat nou een kist die ik al heb geopend of niet? Ik even check hoor. Nee, ik heb, dit is een compleet nieuwe steiger. Vergeten grotten, hè? Wow, hoe hysterisch drukte ik op de touchpad. Twee keer opende ik de map, wat gewoon niet werkte. Er staat wel dat ik er 60% op voltooid. Hè? Vriend. Zie je, er is wel degelijk een sidequest. Wat de hel? Nou, vertel je verhaal. Atreus is vast en zeker geïnteresseerd. Are you okay? No, son. My goods are underwater. My men are drowned, and yet their bodies continue to walk the beaches. Hellwalkers. They plague these lands. I was their captain. They died because of me. But these abominations sully their memories. I will find a way to free them from their tortured state. In this, I am determined. A thunderstorm scattered all three of my ships across the lake. I know not what I did to anger Thor, but his judgment was swift and brutal. Klinkt spannend. Deze bemanning heeft het zwaar te verduren gehad, inclusief kapitein. Thor heeft ze echt aangepakt. Zijn hele bemanning is dood en zijn schip is inclusief alle waren aan boord gezonken. En nou is het dus een gunst geworden, maar waar staat die gunst gemarkeerd? Ten zuiden. En dit gaat dus om een gebied waar ik, godverdorie,
toch wel al meerdere keren ben geweest. Dus misschien op het moment dat ik weer een keertje terugkeer hier, dat ik het dan ga doen. Want ik ga deze aflevering niet alweer spenderen aan het meer van 9. Wow, dit is echt een nieuw gebied. Hoe je het ook wendt of keert. Kom eraan, knul. Straight out of hell. Pittige, agressieve wolven. Maar goed, ik gaf ook wel een erg goed weerwoord. Ze konden me niks maken. Yes, helemaal niks. Another map. That will find something useful here. Ik hoor nare geluiden. Ik weet niet of jullie het... het ook horen. Maar ik ben erg benieuwd wat ik hier ga aantreffen. Ik hoor volgens mij een van Odins raven. Ja, sowieso. Ik hoor een van Odins raven. Zal wel nog hoger zitten of ergens rondvliegen, één van de twee. Oh, wacht eens even. Misschien is hetgeen wat je hoort wel gewoon de Midgard-slang, joh. Dat beest is natuurlijk gigantisch en maakt best wat geluid. Ja, ik hoor hem echt. Waar is het kutbeest? Hij moet hier ergens zijn. Maar zo vind je dus gewoon weer een nieuwe area. Hier ben ik wel al geweest. Heb ik dan gewoon de rechterkant overgeslagen of iets dergelijks? Dat is toch vreemd? Ik weet niet eens wat ik gedacht moet hebben. Kijk, je ziet dat je hier nog zo'n wereldscheur kan dichten. Dus misschien is dat ook wel even leuk om te doen. I discovered opportunities for hunting and trade in these lands. I gave up my search for Jotunheim long ago. Leave that for the younger, more hopeful men. But I was overeager. Boy, what a sad story. We should help him. Really? You are surprised. Well, yeah. I didn't think you'd care about helping a spirit. Fighting more Hellwalkers is good experience for you. Ah. Dat is op zich best true. Hé, dat is de reden dat ik daar nog nooit ben geweest. Zie je, die lift is nooit naar beneden gekomen en dus kan ik hem ook niet activeren. Nou ja, dan is het gewoon nu tijd om naar het noorden te reizen en die helle dodes, ja, wanneer ik weer een keertje terugkom naar het meer van de 9, wat vast en zeker wel zal gebeuren. Dan gaan we natuurlijk dat doen. Eens even kijken, ik moet hier inderdaad onderdoor en dan naar links. Heel benieuwd naar zo lang rond hebben gevaren, naar zo lang niet met het verhaal bezig zijn geweest. Heb ik hier echt zin in. En hier hebben we nog iets hoor. Ik ga hier nog even aanmeren, jongens. Hier, dit is dan echt de laatste kant wat ik doe, want dit is echt waar we heen moeten. Dit is die hele poort waar we heen moeten en je ziet overduidelijk dat ik hier nog nooit ben geweest.
En dat ik hier ook nooit kon zijn, maar er nu wel langs kan. En wie weet vinden we er nog wat interessants net voordat we weggaan. Hallo, wat hoor ik? Hey, motherfucker. Hoger. 26 gedood. Dat hoor ik, joh. Wow, een hele deur in de muur. Er is daar iets. Maar eerst nog maar even hier kijken. Wow! Sicko Lico, wat halen we eruit, jongens? Het is een... Ah, Nilfheim sleutel. 3 van 4, top man. Dit is wel iets heel belangrijks. Dan moeten we deze ook wel gaan openen. Bereid je voor. Ouch, ouch. Ouch. Zo dom. Heb je hem gewoon bijna neergebeurd dat? De ene gast is gewoon nog van de map af trouwens. Oh, oké. Nou, wereldstof, tof. En 10 van de 18 wereldscheuren gedicht. Ik merk toch wel dat ik meer had aan mijn andere rune. Dat je simpelweg meer razernij hebt continu. Daar had ik gewoon echt meer aan. Want nu, ja, krijg ik er een beetje held van. En kan ik niet geraakt worden als ik in die cirkel sta. Maar hoe vaak sta je nou in die cirkel? Ja. Heel moeilijk hoor, om midden in gevecht tegen zulke sterke mensen in die cirkel te blijven. Oh, is gewoon een andere draak, joh! Fafnir. I always wondered what became of him. Wait, Fafnir? Like, Fafnir's storeroom, Fafnir? The very one. But Sindri said he was a dwarf. He was. Now he's a dragon. Funny how life works, isn't it? He's chained up. Funny. Perhaps we should keep an eye out for binding shrines and free the poor bastard. Aye, lads? Hmm, even niet doorheen gooien. Nou, daar wordt het wel tijd voor dan. Je ziet dat ik het allemaal niet kan openen en er via andere manieren heen moet gaan. We moeten deze draak dus gaan bevrijden. Hoe je het ook wendt of keert.
zo. Oké, mijn held keert een beetje terug, maar het is toch best wel chaotisch. How did your friend become a dragon here? Oh, he's no friend of mine. His throat was a constant source of annoyance amongst Aesir and Vanir alike. Then why free him? Trust the recently liberated brother. No one deserves to be held captive like this. And a greedy little dwarf come dragon. Maar ja, ik doe het maar. Ik bevrijd hem maar. Het is een questline. Wat een vette game. Ja, ik heb zomaar het idee dat dit de volgende is. Een fucking reiziger. Hey. Wat is deze man? Weer belachelijk sterk. Zo. Wager his penchant for stealing magical artifacts had something to do with it. Must have stolen a trinket from the wrong Vanir goddess. Dat zal dan vast wel, ja. Vette manier om dit allemaal uit te schakelen, zeg. Heel tof. Nou, eens even kijken wat ik hier kan vinden. Oh, nee, never mind. Dit is natuurlijk gewoon de opening alleen. Nou, nu via links dan. Loopt de poort toch weer helemaal anders, hè. Typisch ook wel. Je zegt, jongens, we gaan dat doen. We eindigen met het bevrijden van een draak. Oké, linksom nu. Of tenminste... als ik weet waar ik heen moet... changed since we last crossed paths. I had legs.
Droge humor zit er ook in. Prachtig. Mooi. Interesting. Ja? Je hebt het gevonden? Is er ook een verhaal toegevoegd of alleen verhaallocatie? Ja. Random hacks vandaan, joh. Heerlijk. Gestoorde combat, hoor. Tegen opeens twee van die Vikings en één heks. Yes, sir. Ja, wee little bugger. Well, the dragon hasn't done much for his personality. Vet gedaan, hè. God, verdomme. Man, what a gamepie. Fafnir. Hij was een dwerg, een zoon van Ivaldi. En hij is vervolgens een draak geworden door eigenlijk verkeerd en dom gedrag. Niet zuinig genoeg geweest, niet voorzichtig genoeg geweest, zou ik het beter zeggen, met magische runes, blijkbaar. Hij kijkt ons ook echt continu aan, hè, als je naar buiten komt. Zo mooi. Maar goed, van dwerg naar draak is een kleine verandering. Subtiele verandering. Ik weet dat ik hier ook niet ben geweest. Hier, ik zie nightmares en shit aanwezig. Hey joh, belangrijke scroll. Sir. Wat
the fuck is dit dan, joh? It's another one of those maps. Yo, what? Nou ja, sowieso een fast travel locatie. Dit is een beest, man. En dit is niet zomaar een standbeeld. Ja, of dit is wel zomaar een standbeeld, maar wel een beetje raar. In ieder geval, we kunnen daar de berg nog op een of andere vage reden. En dan heb ik ook dit punt nog. Ik ben benieuwd. Kom maar, Tres. Dan ben ik dus toch nog steeds niet weg bij dit meer. Ah, dat brengt me hier. Kan ik het inmiddels lezen? Dat zou fantastisch zijn. Another name. Air. Another Valkyrie. That's no coincidence. But who'd have etched them on Tyr's braziers? Branders aangestoken, 2 van 8. Nou, top. Dit is in ieder geval wel een van de hoofdpaden, zoals je ziet. Dan maar terug. Terug om vervolgens nog daar de berg op te beklimmen en dan eindelijk dat pad te pakken. Om misschien uiteindelijk toch gewoon weer een switch te maken straks naar een totaal andere talisman. Een groene zelfs. Maar die gaf zoveel awesome razernij waar je echt veel aan hebt. Dat ik me gewoon afvraag of het slim is om met zo'n... zo'n vage talisman te spelen waar ik nu mee speel. Die dan wel oranje en episch is. Maar ik kan er niet van op aan. Ik voel me niet zeker van mijn zaak. Ik was helemaal gewend aan die ene talisman. En dan heb ik nu zo'n goeie. Tenminste, hij lijkt goed. En dat is het dan niet echt. Deze dude heb hier gewoon een sidequest. You got to be kidding me, dude. Do you remember the dagger you gave me? The dagger stabbed into the Reaver's back? His own son killed him? Yeah, I haven't forgotten that one. Well, I traced it to a group of Reavers that operate out of the Northree stronghold. I'd wager that's where they took their haul from Fafnir's storeroom. Along with that whetstone that I could use to help you. En die is dan zeker Another hier. Treasure hunt. Pointless. Well, not if Sindri really can make us better equipment with that whetstone. Plus, the Reaver's son. He murdered his father. What can I do for you two? Geen idee. Dit kan ik niet upgraden. Oh no, we can't forget you. Pijlcapaciteit tot 4. Pittig awesome. Panzer kan ik upgraden. Of de polsen kan ik upgraden. Of de riem van de oude. Ja. Hoppakee. Pijlkoker, dat doen het gewoon. We doen het gewoon. Kost lekker wat zilver. Check trouwens hoeveel XP ik weer heb. Like, oh my god. This gamepy, man. Now, there is something else to tell you. Wat dan? Hij vertelt het me niet. Nou, leuk. Wow, wacht eens even. Ik heb gewoon betoveringsvakjes vrij. Wow. Wow, afkoeling 13? Wow. Jesus. Schitterende schub van geketelde. Afkoeling en verdediging. Helemaal mooi, maar afkoeling heb ik echt omhoog gewerkt als een gek, joh. Ik vind het helemaal mooi, voor nu.
Mooi om uit te gaan testen. Ik weet niet eens wat het is. Wat is die nieuwe quest die hij me heeft gegeven? Wacht heel even. Gunsten. Dwergen. Pak de slijpsteen. Once you retrieve the whetstone, please take utmost care while handling it. It is a priceless relic, after all. Hey, Sindri. Have you met Mimir? If you mean the severed head that keeps blinking at me, please keep it away. There is no possible way that's hygienic. Oh, that's nice. Lovely to see you too, Sindri. Nob. Ja, zo zou ik hem ook noemen. Pussy Destroyer eerste klas. Serious, alleen een beetje zilver. Dit was echt een plek voor een collectible. Nou ja, collectible, artifact, zoiets. Klein beetje zilver dus. Af en toe is het zo donker in grotten dat je gewoon echt even moet kijken. Zo van, wat? Wat? Waar gaat dit heen ook? Ik ben benieuwd. Oh, what the fuck is dit? Continu mysterieuze nieuwe locaties. Ik weet ook niet wat Sindri hier doet, want ik heb zijn missie aangezet, maar er is geen missie verschenen. Pak de slijpsteen. Ik bedoel, waar de fuck heb je het over? Ja, ik kijk zo goed rond voor de raven van Odin, hoor. De Raad van de Valkuren, verborgen gebied. Wat? Dit is veel te mooi, maar... Ook allemaal rondom het meer? Waar loop ik dan? Jongen, 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 een noordelijk gebied. Maar ja, hier moet ik uiteindelijk wel heen voor de story. Want normaal zou je hier onderdoor varen. Hier nog wat. Follow me, Atreus. Top. Eigenlijk gewoon materialen om uiteindelijk mee te upgraden. Nee, kijk, hier zou je dan gewoon varen uiteindelijk. Ja, ik snap er zelf ook de ballen van. Ik weet niet eens waarom dit punt zo is. Dit gebied ziet er zo groot en magisch uit. Ik zie tronen. Ah, could it be? The eight thrones. Stop being coy, Ed. Do you know this place or not? I'm Mimir, the smartest man alive. I know many things. Well, whatever this place is, it looks important. To who? There is little of value here. Ik vind het ook echt super vreemd. Je kan hier uiteindelijk wel naartoe fast travelen. Niks kunnen vinden. Geen raven van Odin aanwezig. En alleen maar 8 tronen in een cirkel.
Er moet hier uiteindelijk iets zijn. Kan niet anders. Maar nu nog niet. Nu nog niet. Overduidelijk nu nog niet. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik ga... Ja. Hopelijk deze aflevering eindigen zonder afgeleid te worden. En dan de volgende part verder met de story zonder afgeleid te worden. Maar de afleiding die komt sowieso. Het spel is zo enorm. Het enige wat ik niet snap is wat hij bedoelde met die slijpsteen. Misschien moet ik de quest nog even lezen voor ik hem afsluit. Of juist buiten de aflevering even lezen en dan de volgende part goed beginnen. De whetstone. Once you retrieve the whetstone, please take utmost care while handling it. It is a priceless relic after all. Het zal wel. Hartstikke bedankt voor het kijken. De support op de aflevering. De afleveringen eigenlijk. Op de hele serie. Ik ben jullie dankbaar. En tot de volgende. Peace.